De eerste fase van de renovatiewerkzaamheden van de Sint-Rosa-kerk zijn grotendeels afgerond. Er is gisteren de aanleiding geweest voor de inzegening van de kerk. Renovatiecommissielid Humphrey Eendracht geeft het belang aan van de inzegening. Het is zeer belangrijk omdat we na zo lang werken en zo lang fundraisen en bij elkaar komen en brainstormen en hard werken. Dat we dus nu het opdragen aan de Heer dat hij ons de kracht en de ondersteuning gegeven heeft en de wijsheid gegeven heeft om dit project succesvol te doen plaatsvinden. We zijn dus dankbaar aan de gemeenschap, maar ook naar de Heer in het bijzonder, dat hij ons dus bijgestaan heeft. Eendracht geeft toe dat er nog werk aan de winkel is. Hij zegt verder dat de pandemie de werkzaamheden op zekere mate heeft beïnvloed, waardoor de eerste fase 1 jaar heeft geduurd. Eendracht zegt wel dat de organisatie zich nu na 1 jaar een betere aanpak heeft kunnen uiteenzetten in voorbereiding op de werkzaamheden die verricht zullen worden tijdens de tweede fase. Ja, er zijn nog een aantal dingen die we moeten doen. We moeten aan de kunstwerken van de kerk nog werken. Dat gaat in 2022 van start gaan door de kunstenaar Wong Loi Sing. We moeten dus nog andere zaken van fase 2 van de renovatie nog oppakken. We moeten nog dus de kunstwerken nog doen. We moeten nog het terrein doen, die moet volledig gerenoveerd worden. Het is, de straattegels zijn reeds gedateerd. We moeten nog achter een gebouw nog aanpakken. Daar is nog een gebouw die bij de kerk hoort aan de Hoge Straat. De parochiezaal moeten we nog aanpakken. En we hebben nog, dus nog andere zaken zoals alarmsystemen en camerasystemen die we nog moeten doen. Eendracht vertelt tenslotte dat de kosten van de eerste fase van de renovatie van de Sint-Rosa-kerk voor 60% zijn gedekt. Om de werkzaamheden van deze fase af te ronden is ruim $50.000 nodig. De kosten van de tweede fase zijn nog onbekend.